Dit filmpje wordt mede mogelijk gemaakt door RTV Media. En dan even het volgende. Hallo, ik ben William Diende. Volg me voor het 23 april, dan vecht ik het toernooi Almere, WFL. Volg me met trainingen tot de 23e voor het toernooi. Dit is mijn Sen. Dus, Oes. Oes, volg me met trainingen, alles erbij. Oes. Ja, ik kijk er eigenlijk wel hongerig naar. Want ik heb er wel zin in. Lichamelijk ben ik wel op... 80%, 85%. Geestelijk was ik er al een hele poos voor klaar. Ik ben een jongen dat als ik in mijn hoofd niet goed zit, als ik problemen heb of ik heb ruzies of ik heb meningsverschillen of ik heb iets aan mijn hoofd wat me stresst, ja, dan functioneer ik niet goed met het vechten eigenlijk en met de trainingen. Eigenlijk in het hele leven functioneer ik dan niet goed. Meestal gaat er een week zo'n vrouw mee? Klopt, die gaat meestal op maandag en woensdag mee naar Amsterdam. Op mijn maandagavond training en op mijn woensdagavond training gaat ze mee. Ja, het meestal ook. Dus dat is heel lief. Maar dat is eigenlijk nou puur alleen maar om deze goed te doen. Koffie, meer koffie? Ja, nee. Ik zeg al niet dat ik dat goed wil maken. Is echt zo, nee, is echt zo. Dus het is wel lief? Het is heel lief. Of doe je dat nou alleen maar omdat je wat goed te maken hebt? Is het slijm of zo? Nee, man. Nee, allebei een beetje. Nee. Amsterdam, maar zo ver? Amsterdam, de Vos Gym zit daar. En ik ben al een jaartje of bijna 3 jaar ben ik al bij Vos Gym aan het trainen. Ik heb heel veel sportscholen heb ik gehad. Heel veel sportscholen, dat is ook een groot woord. Ik ben bij Fred Rooijen, zeg maar. Bij KB Arnhem ben ik A-klasse geworden. En Fred Rooijen is ook een hele bekende man in het kickboksen. Dat zei ik vorige keer al. Zakelijk kwam ik er niet uit met Fred Rooijen. Dus toen ben ik elders gaan trainen. Ik ben in Utrecht geweest bij het Colosseum. Daar heb ik ook een leuke tijd gehad. Maar ook daar ben ik toch weer verder gegaan. Toch wou ik weer ergens anders kijken. En uiteindelijk ben ik bij Hippolyt terechtgekomen. Daar ben ik nu al 3 jaar. Daar heb ik een goede tijd nu. En ik train hard daar. Ik vind Hippolyt een erg goede trainer. Ik vind hem eigenlijk de beste trainer ter wereld gewoon. Die man heeft heel veel verstand en tactisch is heel goed voor mij. Ik heb een goede band met hem. Dat is ook een ding dat heel belangrijk is tussen een vechter en een trainer. De band. Ja, toen ik jong was, was ik wel een vrij uitbundige jongen. En ik deed wel dingen. Ja, ik was eigenlijk wel een vrij. Agressieve jongen. Agressieve jongen, ja, was ik. Daardoor ben ik ook, heb ik wat foute dingen gedaan. Toen ik jong was. Daardoor ben ik ook in een inrichting terechtgekomen. Zeg maar een jeugdinrichting. Daar ben ik eigenlijk. In een gesloten jeugdinrichting. Daar ben ik eigenlijk echt. Begonnen met het boksen. Dus ik droomde altijd wel van het sportcarrière. Toen ik vast kon zitten, toen begon zich dat eigenlijk echt vorm te krijgen. Toen ging ik trainen. En toen zagen mensen die daar verstand van hadden van vechtsport en van kickboksen, die zagen daar dat ik wat talentvol was. Daar las ik ook altijd boekjes. In die tijd had ik boekjes, die heette de Zendoekan. En daar stond, dat ging allemaal over vechtsport, kickboksen. En zoals toen kwam ik daar ook Fred Rooijen tegen. Zag ik in die boekjes Ramon Dekkers. Ramon Dekkers, dat is zeg maar een hele grote legende in het kickboksen. Die is nu overleden. Al een 2 jaar geloof ik. Dus die man heb ik ook persoonlijk gekend, heb ik ook persoonlijk mee getraind. Die heeft me ook gecoacht in de hoek. In Japan onder andere. Dus toen ik vrij kwam van die inrichting, toen ik weg mocht bij die inrichting, toen
ben ik bij Fred Royce gaan trainen en daar, daar ben ik eigenlijk zeg maar tot de A-klasse. En, ja, en... Zo zien ze hem een keer van de andere kant. Dus je bent er zelf wel positief over? Jawel. Hoe is het nou leven met een topsporter? Druk. Maar wel leuk. Heb je zelf ook, merk je zelf ook dat je druk hebt en dat je veel moet doen? Ja. Hij vergeet alles, hè? Dat is net dood, je hebt een fighting niet meer. Dat is een beetje een belediging, kom maar. Dat is een beetje maar jij mag wat zeggen. Jij mag wat zeggen. Jij mag oes. Hup, hoi! Juist, trek uit. Hup, hoi!